Banjo Town. Hey mensen van Banjo Town, welkom terug bij een nieuwtje. De zaterdag hier op de zaterdag op Banjo Town. En vandaag hebben wij het prachtige spel Vliegende Hoedjes. Yeah! Chille zaterdag. En dit heb ik met Thomas al een keer opengemaakt. Het is echt leuk. Dit is een euro ook, echt volgens mij van de rommelmarkt of zo. Maar het is echt een leuk spel. Kijk, zie, dit is alles wat erin zit. Er zitten maar drie dingen in. Drie hoedjes. Dus je kan met drie mensen spelen en dan horen dus van die metalen balletjes in zitten, zodat je hem kan gooien in de 50 of in de 20. Ja, weet ik veel wat. Dus heel kort uitgelegd, je pakt het fucking witwapje, ja, hoedje erop en dan tik je zo erop en dan flik het en dan moet je erin en er zitten scores hier zo, maar dat... Ik denk dat het handig is als we allebei drie hoedjes doen en dan gewoon punten optellen. Drie hoedjes? Oh, je ja, en dan het beste van de vijf. Oké. Best of five, three shots. Dan krijg je dus drie keer een wipje. Ja. Wil je me ook vandaag daar wippen? Ik denk dat je beter één wipje kan gebruiken en gewoon drie hoedjes. Oké. Wat zullen we doen? Wat zullen we afspreken voor afstand? Zoiets? Van jou? Een beeld, van jou, zo? Van mij of zo? Ik weet niet of kijken. Ja, zoiets. En dan hier nog een wipje om goed een beetje te zien dat het wipje niet verplaatst. Ja, van die lijntjes vind ik wel mooi. Oké, nou jij moet beginnen, aan jou de eer. Oké, dames en heren. Nou, hier komt dames en heren. Even mijn handen opwarmen. Chapeau voor Land! Dit hebben we trouwens ooit een keer gespeeld met die beekjes, weet je wel? Dat leek er ook een beetje op. Nee. Van die, okay. Nee. Nee, dan niet. Hier komt ie. Eerste poging. Oh! Nee, ik heb hem wel geraakt, maar hij is nergens opgekomen, helaas. Nee, laat liggen. Nee, dit nee. Is drie. Ja, maar deze heeft geen metalen puntje. Dan oh. Doe dan nog een keer. Oké. Komt ie. Poging nummer twee. Langs je mag heen. Oh, wat is het? 30? 30 punten! Bam. Anders doe jij gewoon 10 keer of zo en dan doe je gewoon 10 keer. Ja, maar dan ben ik even bezig. Laten we gewoon doen 3 shots 3 keer. Okay. Ja? Oké. Shot 3, 30 punten. Komt ie. Oh, veel te hoog. Veel te hoog. Oké. 30 punten, eerste ronde. Moet je punten ook moet dan duim zitten of zo? Of? Ja, mag ook. Ik kan wel vanaf hier. Ja, dat bam. Hij ligt er tussenin. Tussen de 50 en de 40, ja, precies ertussenin. Ongelooflijk. In het gaatje, hoe heb je het voor elkaar gekregen? Leusje. Camera. Je zit al vaak in het gaatje, maar dit treft alles. Jij pakt natuurlijk weer het nauwste gaatje, weet je, daar is Rick van. Het was echt nou, oké, ik ga gewoon nog een keer. Lekker. Nou, wow! 30! Nou, het is 30. 10! Nou, dus heel bezig, dat doet het. Je hebt zojuist hetzelfde punt als mij gescoord. Ik mag nog een keer. Origineel, ja, weet ik, maar je hebt zeg maar, ik had eerst niks, toen ik 30 en nu moet je ook niets doen. Godverdomme. 50. 80. Oké. Nou, in de eerste ronde. Met de 1-0. Ja, oké. Met 1-0. We gaan niet door met punten. We gaan gewoon door. Want dan is de video ook zo kort. Dan krijg je geen geld en zo. Nee, ik moet hem naar het wordstijmen zo hoog houden. Oké. Oké. Poging nummer 2. Het staat 1-0. Oh, Rick. My god. Hier komt ie. Ah, nerd! Ja, ik ging voor die. Nee, je gaat nergens voor. Je moet gewoon hopen dat het niet. Ja, ik doe maar gewoon niet. Oké, wacht. Ik kan ook een beetje positioneren tussen die lijnen, weet je. Dan doe ik hem hier. En. Pop! Hij is hoog. Laatste kans, mooi man. Ik moet nu punten scoren, anders gaat het fout. Oké. In de 100! Is er een 100? Nee, er is geen 100. 50 is de meeste. Is 50 de meeste? Oké, ik ga voor de 50. Komt ie. Dames en heren, laatste poging. Niet laatst. Trouwens, als ik nu mis, dan moet jij of nul. Oké, nou maar. Maar komt-ie! Oh, ongelooflijk. Jammer. Damn. Oké, maar als jij dus nu ook maar iets scoort, heb je al gewoon gewonnen. Hij mond. Hoppakee. Ik doe er echt niet moeilijk over hoor, ik ben hier echt pro in. Ik maak het spannend en 50! In direct in de 50. Ik maak het spannend en dan doe jij dit. Dan maar staan hoor, dan wordt een nieuw wereldrecord. Gast. Ik heb nooit 150 gescoord, ik ben de Raymond van Barneveld van dit spel. Oh nee, ja, ik heb ervaring met wippen. Oh, hoe gaat het wippen nou om? Ja, zo. Okay. Nou, geef ook nog 50. Nog een keer in de 20. 70. Ja, nu zit het al 2-0. 2-0. Eer een rondje. Oké, misschien kun je het record van vandaag nog verbreken. 150 of dubbele punten. Dubbele punten. Dubbele punten. Komt ie. Dan staat het... 2-0. 2-2. Als ik nu win. Oh, op die manier. Okay? Ja, oké. Okay. Dan kan je nog gelijk maken. Oké, dus ik doe het gewoon casual, hè? Net zoals Rick. Gewoon. Ja! 40! Oh, nice! Superkee, het was echt spannend. Zie, je moet niet zoveel stressen. Nee, inderdaad. Het moet gewoon casual, toch? Ja. Het is een kinderspel. Alsof het niks is. Nee, precies. Hoppa! Zo op de rand. Nou, oké. Het kwam in de buurt. Ik heb toch steeds 40 punten. Het is iets. Het is niks. Iets. Komt ie. Niks. Weer! Waarom? Weer erop! Man. Prachtig. Hij had één keer hier in de rand en één keer. Is dit niet gewoon 100 punten zoals ik daar krijg? Nee. Oh, jammer genoeg niet. Nou,
Oké, 40 punten. Nou, ik zal het maar één keer in de 50 deze man. Nee, echt niet. Wacht even. Oh, dat is één. Oh, je stond er niet op. Nee, man. Helemaal, dat is één. Klik erop, dat is één. Dag. Dat is twee. Ik ben het kwijt. Mag niet uit. Dus als je nu verliest, staat het 2-2, hè? Wat heb je? 10! Oh. 10! Yay! 2-2! Okay. Oh, spannend. Beslissende ronde, 100 punten. Zullen we nu hardcore mode doen zonder dat zonder gewichtje? Dat ja. Niet meer weten. Nu gaan er gekke dingen gebeuren. En dan 5 keer. Nu ga ik een beetje uitleggen, want dat weet je snappen de kaart. Oh ja, want eventjes voor de uitleg. In deze zit zeg maar een gewichtje en in deze niet. Dus deze kan freestyle, deze kan gewoon in de camera. Dus, kijk, zeg maar, nu heb je de feeling met het gewichtje. Ja, en deze weet je anders. Echt, wow. Ik stel wel voor beste van de 5. Dus 5 beste keer. Van de 5. Oké, 5 keer. 5 keer komt hij. Oh, nummer 1, nummer 1. Oh, wat slecht. Mis. Nummer 2. Wow. Is dat het mee of niet? Hij legt je op. Hij zit niet met een puntje erin. Nee, oké. Dat is dus waarom. Ja, de massa is niet zo voor een puntje. Ik had 30 punten kunnen hebben. Oké, poging nummer 3. Je keek er nog alsof je ineens van de tafel van bam. Zo erin. Zo is het nog eens doen. Oké, poging nummer 4. Oh, in de 10. 10 punten. Het is wel een next level dingetje. Komt die laatste poging. 10 punten. Oké. 10 punten. Probeer maar punten scoren. Ik moet maar een punt scoren. Ja, een punt. Fuck jou. 10 punten. Oh, gelijk spel. Gelijk. Oh. Ik heb 4 kansen. Nog 2, 3 kansen. Pak hem op. Oh. Leg hem omhoog, Jury. Yo, wat? Ja. Wel fijn dat ik zo, ja. Zag je dat beeld geleden? Ja. Genootje? Aan de voorkant. Zag je beeld aan de voorkant? Okay. Zo duidelijk. Ik wil 3 keer schieten. Okay. 3 keer. Wow! Dat is een hele wipje. Je hebt nog twee pogingen om ook maar iets te scoren, hè? Anders is het gelijk spel. Ja. Anders is het, nee, is het niet bekend wie deze wedstrijd gewonnen heeft. Ergens in. Oh my god, dit is het okay. Jury ook had. Laatste kans. De laatste kans voor Rick om punten te scoren in dit spelletje. Sorry, gaat hij het. Ik was niet eens klaar met praten, je doet het gewoon. Man. Oké, nou, is het nu gelijkspel dan? Ja. Oké, zullen we dan samen dat ding om doen? Even kijken hoor. Nee, mijn hoofd is waarschijnlijk te groot daarvoor. Je hoofd is hier waarschijnlijk te groot voor, maar ik krijg toch een bronzen. Waarom krijg ik de bronzen? Ik wil de brons en de zilver. En de gouden, dat is gemiddeld zilver. Hoezo? Oh, gemiddelde. Ja, derde en eerste maak tweede. Oké. Dan doe ik gewoon wel zilver op. Ja, is netjes, is netjes. Bling. Wauw. Nou, we hebben dus dit spel gespeeld. Ja, superleuk. Ik moet zeggen, het spel is oprecht heel leuk. Ja, het lijkt ook wel een beetje op Stef Stumpeloot. Nee? Nee. Oké. Okay. ik kan het nergens mee vergelijken. Ja, het lijkt heel bit. Nee. Oké. Het is gewoon een apart, het is een uniek spel. Het lijkt gewoon nergens op, het uniek. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het nou leuk? Zie je zaterdag. Dan zijn er veel meer zaterdagen die je kan kijken. Klik gewoon even op de afspeellijst. En laat een groen duimpje, blauw duimpje achter. Ik zeg nog steeds groen. Vergeet niet te abonneren. En als jij de volgende keer wil kijken, volgende week is zaterdag. Dan gaan we naar beneden. Dan gaan we een reactie achterlaten. Dank je wel. Pizza, mamma mia. Later.